toevallig nog een Ronnie Richter aan zitten van de vorige sessie. Ik denk, gooi hem gewoon in. En hij loopt gewoon af. Fantastisch. Wat 12 een beest. Kilo, prachtig. En het mooie is dat we gewoon nog twee vissen hebben die groter zijn. Dikke voerstek, dikke vis. Je weet het. Na 5 jaar eindigen met de Dames en heren, jongens en meisjes. We zijn er. We zijn er weer. Kijk eens, Kastu, boy. Wat gaan we doen? We gaan vissen. We gaan eindelijk weer eens een keer een nochi met samen. Broeder, hoi. We kan maar één ding betekenen. We gaan slachten. We gaan echt zacht. Ga heel een stuk, kijk Chit's kar. Hij valt zowat uit elkaar. Je kan er gewoon heen kijken. Die achterkant is zo scheef als wat. Bij elkaar gaan hun spanbanden. Ik hoop dat hij het begeeft deze reis. Dat is leuk voor de film. We staan hier lekker in de schaapwijs, zoals je ziet daar zo. Lekker schaapjes. En dan hopelijk gaan we met Chit's car omhoog. En niet naar beneden. Anders valt hij. Dat gaat kapot. Maar dat maakt niet uit. We gaan het gewoon proberen. Even een zaadje voor onze Russische hond. Hey Poetin. Hier. Hey joh, lekker man. Lekker. Ah. Doe jij je mond zo open. Ting jong. Mooi boy. Wat ben jij van plan? Hoi. Ik heb net even een hengeltje klaargemaakt. A is mijn rig. Dit is mijn rig. Een lijn loodje. Ik ga hem toch uitlopen, niet te werpen. Dan een onderlijn van een centimeter of 16 denk ik, 17. Dan een haakmaatje 6. Wat klein vaak? Een beetje poetie. De Feng X. Ik zal hem eens even laten zien. Ik ga hem eens even zien. Deze. Kijk eens. Jongens. Super scherp, pinpoint, echt een aanrader. En dan een snowman erbovenop. En dat moeten we gaan doen. Nice. Zo, pats. Ik ben benieuwd. Niet meer los. Tof, speel je best vaak. Ik weet niet waar het dan fout gaat. Vandaag komt hij niet meer los. Oké. Okay. Nou, terwijl Chitter zijn onderhandje aan het knopen was, ben ik even bezig voeren. Even een paar handjes per stek gevoerd. Het is wel lastig werpen met de werpijp door de harde wind. Maar goed, ze ligt toch wel redelijk op de plek. En ik denk dat ik deze hengel ook ga uitlopen. En dan gaan we dat zo zien of het wat oplevert. Oké, dit is teringziek. Chit, wat gebeurt er? Echt niet normaal, kijk. Je hoort altijd iedereen zeggen van, altijd als ik aankom, dan gooi ik twee hengeltjes met een chultrig in. En ik had toevallig nog een Ronnie Richter aan zitten van de vorige sessie. Met één oude, harde, verdroogd pop-up. Ik denk, gooi hem gewoon in. En ik kom terug. En ik had niet eens mijn piepen erop staan. En hij loopt gewoon af. Nou mensen, je ziet, Ronnie Richter heeft goed gewerkt. Allebei de dingen zijn naar achter geschoven, hij is mooi in de onderlip geschoten. Nu ga ik jullie even uitleggen hoe je nou het best een vis kan onthaken. Je hebt hier de haak, hij zit gewoon erin vast. Je houdt gewoon de achterkant van de haak, daar zet je je vinger tegenaan. En dan duw je zachtjes en de haak komt gelijk los. Bizar. Je moet gewoon rustig blijven. Ben je dat toch soepel? Heb ik ze met vrouw om? Trekken. Ja, zo haak ik mijn haak er ook altijd uit. Oké, dit hebben we niet gehoord. Hey, mooie vis man. Lekker gewerkt. Echt, ik heb wel veel rare dingen met rugvinnen gezien, meestal door vissers. Maar dit en gewoon een gat in het midden. Ja, echt bizar. Moet je eens heel even kijken. Bizar. Maar ja, op zich voor de rest wel een mooie visie. Ja, zeker. Ja. Toen draaide die vis zich om, toen had ik een gekke tumor. What the fuck? Ja, heel bizar. Heel vies.
Zo jongens, een mooie vis. Op zich nog best lang visie. En ja, ik ben daar gewoon helemaal blij mee. Gewoon binnen 10 minuten, te ziek. Binnen 10 minuten een vis, dus... Een oude verdroogde pop-up. Ah, het is kwaliteit. Dat is waar. Ik doe het zelfs als we gewoon al... Nest Coconut Cream. Fantastisch. Even voor de duidelijkheid. Hoppakee. Lekker gewerkt, Pik. Ik vind dat hij terug mag. Best. Lekker man. Beats nieuwe sling, de Nest Hygiene Sling. Echt een gouden sling. Fantastische rits, hè. Ik kan hem zelfs helemaal dicht ritsen. Ja. Dus oftewel, dit is gewoon een handige bewaarzak. Er zitten ook nog extra veiligheidsbanden op. Niet dat je een vis die 4 uur in moet stoppen, maar... Ja, dat is zeker waar. En hij dient dus ook perfect als weegzak, indien je het gewicht afhaalt. En als transportzak om terug naar het water te gaan. Nou, doe jij dat maar eens voor. Kijk. Let's go. Heel makkelijk naar beneden. Mag die gaan. Ciao, de Waco. Later. Nou, ik vis met twee Nest Coconut Crush Buoys. Eentje 15 mm met een pop-upje eraan. En die andere single met een 20-ie. Twee keer een inhoudnootje. Je weet echt inmiddels wel hoe ik vis. Maar zo vis ik vandaag weer. Dus dat moet het gaan doen, jongens. Heb er vertrouwen in. Ketchup. Ja, maak jij maar even reclame, joh. Ah, pauper. Helemaal broek onder, kijk dan. Oké, wel lekker sausje erbij. Nam. Zo, nog meer. Goedemorgen. Even lekker draaien. Kijk, dit is toch puur niet, jongen. Zieke cheddar. Heb je een orgasme? Hier doe iets voor. Ja? Maakt niet uit als je brengt. Als je maar een hamburger hebt. Kijk eens, dat is echt te praten. Winst. Staat die hoor. Zo, een pauwparde run. Hoe laat is het? Het is hamburger tijd, dus het is nog niet zo heel laat. Uurtje voor 8. En ja, bijna tijd voor Ajax en dan ging weer. Je had wel door dat het een karp was, ja. Oh. Morgen. Doodharde run. Lekker man. Daar doen we het voor. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Tot zo. Het laatste beeld dat jullie kregen was mij met de krom in mijn hand. Helaas, die vis ging nog af. Heel stil gebleven. En toen om 4:30. Toen gebeurt, jongens. Mijn laatste target. Op chits en weliswaar. Voel ik me een beetje schuldig over. Maar goed, we deden run on run. Ja. En mijn laatste target van het water die is in de pocket. Dus fuck chill. Even gezakt. En straks gaan we hem laten zien in het mooie ochtendlicht. Ik ben er zo blij mee. Gewoon een volschip rijen spiegel. Te gek. En toen, wat gebeurde er toen? Toen ging mijn andere engel af. En toen ving ik gewoon een schub van denk 12 kilo. Ja, het water heeft hij ook klein. Echt een zieke vis. Ja. Mooi breed, mooi dik, echt vol zit hij. En toen, denk ik een half uurtje geleden, vind ik ook nog een vis van... Hoeveel was hij denk? Een kilootje of 10. Dus ja. Gewoon 3 vissen boven de 10 kilo klaarleggen om op film te zetten. Nou, hoe geweldig we het hebben. Echt heerlijk nog. 3 van de 4 vissen, allemaal op de Ronnie-rug. Ja. Bizar.
al. Ik denk dat die lekker hebben lopen snoepen van de bollen. De Ronnyrig op de coconut creampoppen van Nash. Fantastisch. Wat 12 een kilo, prachtig. En het mooie is dan gewoon nog 3 vissen hebben die groter zijn. Zo, lekker fantasje jongens. Natuurlijk slootwater. Dames en heren, wat een vis. Wat een kanon, jongen. 27 pond. En echt in zijn mooiste kleuren. Echt helemaal perfect op dat kleine stukje staart na. Maar wat een vis. Ook echt, echt een lange vis. Daar ben ik hier blij mee. Ja, snap ik. Fantastisch. Zie ik, jongen, toch die Kenny in het crush, hè? Kenny in het crush. Heerlijke boy. Dikke voerstek. Dikke voerstek, dikke vis. Wat zou je voor de vis aan het fotograferen zijn? Nieuwsgierige aagjes ook even kijken. Ja, dat is nou een karper, jongens. Blijven voeren, jongens. Blijven voeren. Hou ze aan het aalzen. Zo, mijn nieuwe speeltje van Nash. Dat is de Logic Workbox. Ik vind dit nou echt gewoon handig. Je hebt gewoon al je tackle bij elkaar. Ik heb hier bijvoorbeeld een handig zakje voor je load en dingen. Ik heb hier alvast wat reservebatterijen. Hier heb je dan je tacklebox in zitten. Je kan je cd's in doen. Ja, cd's of gewoon brieven die je nodig hebt. En dan heb je hier gewoon je tacklebox die precies voor is gemaakt om erin te passen. Ja. Dus ja, ik vind het helemaal en het mooie ervan, je pakt dus gewoon even de ingrediënten wat je nodig hebt. Ja. Doe hem dicht en dan kan je hier gewoon lekker, heb je een opstandje zodat niet iets van afwaait. Dat vind ik ook altijd wel kut bij je richtknopen. Je bent dat als je boy naald, je haakjes, je ringetjes altijd kwijt. En hier zo blijft het lekker stabiel op weer. Zo schuif. En je kan nog als bieftafel gebruiken. S'nachts. Jongens, kijk dit dan, joh. What the fuck. Na 5 jaar eindelijk mijn tweede target van dit water uit. Oh, geweldig. De Ronnyrig. Coconut cream. Ja, echt. Happy days. Helemaal volgevreten. Aan de andere kant, jongens. Het is bizar. Wat een fucking vis. Target. Het einde van het water. Het is wat emotioneel van. Ha! Gay! Prachtig. Geen de volschup, hij is eindelijk te mijnen. De heerlijk. En op topgewicht. Topgewicht in de rest. Mooiste kleuren. Kan niet weten. En dat shit zijn, dat is helemaal mooi. Ah, het is je gegund. Heerlijk. Mijn jong. Heerlijk. Geweldig. Dames en heren, dit is toch niet normaal. Fucking ziek, jongen. Kijk dan. Dit is echt. Woe! Woe! Wat is dit? En nu hè, een beetje dik. Je zult misschien wel denken, waarom is die Wietse zo weinig geweest vissen afgelopen tijd? Twee redenen. Eerst, ik ben met HBO begonnen. Dus dat is best wel pittig veel werk. En ten tweede, misschien ziet het aan mijn ogen, maar ik heb een of andere gekke hooikoortsinfectie. Dat ik echt mijn nachtvissen helemaal rode, opgezwollen ogen krijg. En nu ben ik het weer aan het proberen. En zo te zien, het is nog steeds niet heel geweldig goed. Maar ja, het is herfst. Er moet toch een vis worden. Toch, Chit? Dat moet, dat moet. Dus die rode ogen nemen voor lief. Ja, en je bent jong. En je wil. En je wil wat. En je wil vis vangen. En het is gelukt. Mensen, hij gaat er vandoor. Hij gaat er vandoor. Hij gaat er vandoor. Kom maar, Ben. En hoe dat die hand? Schep hem, man. Nee, schep hem mee. Kijk bij mijn moeders. Kom op, man. Pak. We gaan er naartoe.
als dit die vis is die wij denken dat het is, dan hebben we echt... Nee! Pietje vraagt zich nou af wat is er mis met mijn onderlijn. Dus we gaan kijken, moet je zien. Nou, echt bizar. Helemaal uitgebogen. Nou, volgens mij was het echt een graskarper. Hij was zo ziek sterk. Opeens kwam hij naar de kant toe. Dus ik moet echt volgens draaien. En opeens sprint hij weg. Hij springt even in de overkant. Nou, dat is sowieso die vis. En opeens. Hij geeft één harde ruk. En mijn haak buigt gewoon uit. Dat heb ik nog nooit gehad. Fucking veel dikke vissen meegevangen, maar... Yo, maar als hij verkeerd gehaakt zit, kan dat gebeuren. Nee, hij is sowieso niet verkeerd gehaakt. Met zo'n vis is het flink balen. Nou mensen, ik baal hier toch zo verschrikkelijk van, jongen. Echt helemaal. Grootste vis van het water. Haak uitgebogen. Die hengel heb heel de nacht nog geen piepje gegeven. Ja, alleen van de wind dan, maar... ja, dat is toch zo zuur. Het water is geslaagd voor mij, want ik heb mijn twee targets. Maar deze vis, deze graskarp van 50 kilo, had ik toch graag weer gevangen. En nu zwemt hij daar lachend rond in dat water. Haha! Nee joh, zuur. We hebben deze sessie lekker veel gefilmd en foto's gemaakt. Dus altijd handig om een powerbankje mee te nemen. Om je accu's op te laden. Handig hoor. Zo jongens, het was echt een geweldige nacht. Echt bizar. Helemaal over de moon. Spiegelvol schub, target gevangen. En ik twee hele mooie schubs. En nog een andere, dus de sessie is meer dan gezaagd. Ja. Ze zaten allemaal een ploegje vol. Lekker gevangen. Dus denk ik geen betere tijd om dit water te bevissen. Alleen jammer van de twee verspeelde vissen van Wietse. Ja. Vooral die laatste, ja. Die ook echt graag op de mat willen zien. Grootste graskar van het water, 50 kilo. Maakt niet uit. Mocht niet baten. Dus vond je de video nou leuk? Duimpje omhoog. Of twee duimpjes mag ook. Of twee duimpjes. Abonneer. Abonneer voor meer. Voor meer. Voor meer. Doe dat gewoon even, dan worden, weten wij ook weer wat voor doen. Vinden we mooi. Zet ook gelijk even je melding aan, want dan zat belletje onderin, want als je die aanklikt, dan krijg je gelijk een melding als we een video uploaden. En dan, kijk, dat vind ik nog eens een goede tip. Kan je gelijk kijken. Dan kun je gelijk kijken. Hé hey jongens, later. Later. Mooi, een mooie trui heb je aan. Ja, joh, je hebt ook een spiegel vast. Maakt niet uit als je brengt. Als je maar een hamburger hebt.